het middenveld. Cavens en de heroptredende Michael Goossens stonden in de spits. Bij Sint-Truiden verving Davy Scholle de geblesseerde Dusan Belic in doel voor het overige amper wijzigingen in het team van Jackie Mathijssen, waar Pereira en Mitrovic het spitsenduo vormden. De herstelde Desiree Bonabuccia zat op de bank. Commentaar op Sclessin bij Standaard Sint-Truiden is van Jan de Wijngaard. 5 minuten gespeeld op Sclessin. Tweede hoekschop voor Standaard dat van in het begin druk probeert te zetten met Goossens. Goeie kopbal, Davy Scholle. En dan een overtreding op de doelman van Sint-Truiden met zijn eerste tussenkomst van de partij. Michael Goossens op die hoekschop van Harold Meijsen. En Scholle moest ingrijpen. Hij is eigenlijk de doelman van de beker voor Sint-Truiden. Maar door de blessure, de knieblessure van Belic, mag hij aan zijn tweede competitiewedstrijd beginnen. Van Doren met Pereira die ook bij de bal probeert te geraken. Van Doren probeert af te schermen, maar dat lukt niet. Pereira door de benen van Afolabi of van Okpara was het. En dan staan daar Dragutinovic, Meijsen en Van Doren. Okpara, Meijsen, tussenkomst van Boffin. Danny Boffin met links geplaatst. En Fouhami met een kattensprong. Zo toont Sint-Truiden zich een eerste keer in deze wedstrijd. 7 minuten gespeeld. Ze raakt het er moeilijk uit daar achterin bij Standaard in de verdediging. Meijsen in de voeten van Danny Boffin. Die kon de hoek kiezen bij wijze van spreken. Geplaatste bal, maar Fouhami grijpt. Meijsen doorgespeeld naar Afolabi. Bijna een kwartier ver op Sclessin. Afolabi naar Goossens. Die bal is binnengebleven. Cavens kon wel draaien, maar trapte op de benen van Robby Dello. Wouter Franke. In de voeten van Moreira. En als hij vertrokken is, is hij ook weg. Moreira. Moreira. Scholon stopt af. Hij is razendsterk aan de bal. De Portugees heel vaardig in de dribbel. Dat hebben we al meermaals kunnen zien in de wedstrijden van Standaard. Hier kan hij 3 man voorbij, maar niet voorbij Davy Scholle geraken. Voets. Van Doren. Kalissa. Mitrovic. Wouter Franke. Goeie bal voor Danny Boffin. Pereira gaat positie kiezen in het centrum. Boffin kan nog doorgaan. Fouhami is geklopt en een goal. Danny Boffin. Vorig weekend bezorgde hij Sint-Truiden in extremis met een fantastische goal. Nog de overwinning en nu voorsprong op Standaard 0-1. Wedstrijd die na een goede opening wat verder kabbelde. Er gebeurde weinig en dan dit. De opening van Wouter Franke, die morgen 23 wordt. Knappe assist en Danny Boffin maakt het schitterend af. Goeie ren, Fouhami geklopt, 0-1 Sint-Truiden. Voor Boffin zijn 8e van het seizoen. Dragutinovic. Standaard heeft het niet makkelijk tegen een goed, stevig verdedigend Sint-Truiden. Maar het heeft daar nog wel iemand lopen als Moreira die de zaak kan openbreken als het moet. Dragutinovic aangespeeld door Van Doren, voorzet naar de tweede bal. Daar is Moreira met het schot en de goal. Nee, zijn het. De netten beweegden wel, maar de bal ging voor Moreira langs de verkeerde kant van de paal. Geen slechte voorzet, lang niet van Dragutinovic. Moreira botsende bal, zijn het. Meijsen, Dragutinovic. Moreira. Geen buitenspel van Dragutinovic. Davy Scholle heerst voorlopig daar in de goal. Heeft zich op geen foutje laten betrappen tot dusver. Afolabi met een buffelstoot. Cavens, Moreira. Wio, breed gelegd voor Van Doren. En het zijn het. Van Doren. Meijsen. Voets. Boffin, knap gespeeld. En goed meegegeven met Verjans. Gunter Verjans, Fouhami is uit en de bal is binnen. Marcos Pereira. Dat is dan de derde kans voor Sint-Truiden en 0-2.
Pereira scoort voor Sint-Truiden. Terwijl Standaard net een sterk moment, een sterk kwartier achter de rug had. Waar de gelijkmaker in de lucht hing. Maar die komt er niet. Staat wel 0-2. En van een verrassing gesproken. Goed opgezette aanval en weer Danny Boffa in een belangrijke rol. Goed doorgespeeld naar Gunter Vrians, die is voorbij Afolabi. Fulhami kan daar nog afweren, maar Marcos Pereira, nummer 3 voor hem in deze competitie, 0-2 de stand op Sclessin. Meissen in de toegevoegde tijd intussen van de eerste helft. Komt de gelijkmaker er nog? Jawel! Dus Mikael Gosses met 1-2. Dus seconde na de 0-2 is het Mika die Standaard nieuwe hoop bezorgt op het einde van de eerste helft. Gezang op de tribunes van Sclessin. Harold Meissen met de voorzet. Kalisa onder de bal door. En dan Afolabi die de bal net genoeg kan aanraken om Gosses te laten scoren. Davy Schollen had geen kans. Meteen is er gefloten voor de rust. We beginnen dus straks aan de tweede helft bij een 1-2 stand. Afolabi. Gosses. Standaard heeft wat moeite om zijn draai te vinden in de tweede helft. Maar dat kan snel veranderen natuurlijk. Michael Gosses met Boffa. Afolabi. Voets. Oussala. Oussala nog. Geen slecht schot. Davy Schollen. Mustafa Oussala. De vervanger van Gonzaga van Doren. Maar hij speelt wel op het middenveld. Dragutinovic is de linksachter bij het begin van de tweede helft bij Standaard. Bonabucha. 4 keer gescoord met reserve. Dus dat heeft hij alleszins nog niet verleerd. Sint-Truiden is wel de bal kwijt. Oussala. Afgestopt door Wouter Franke. Nu zijn er countermogelijkheden voor Sint-Truiden en Bonabucha bijvoorbeeld. Marcos Pereira komt in het centrum. En Boffa aan de andere kant gaat naar Pereira. Marcos Pereira, Fuhami met de voet. Verrassend die uithaal. En dan Afolabi net sneller dan Boffa. Bal is buiten. Goed gespeeld van Bonabucha. En Marcos Pereira kan nog uithalen in moeilijke omstandigheden. Wio. De Lorge, wat zeg ik, Langlois naast de bal. Verjans. Bonabucha. Desiree Bonabucha. Die wacht niet om te trappen. Fuhami stopte het schot af. En Standaard heeft het niet zo makkelijk in deze wedstrijd. Het slaagt er maar moeilijk in echt een vuist te maken in de tweede helft en op zoek te gaan naar de gelijkmaker. Ernst. Weggekopt door Robidello. Bonabucha. Er kan een counter komen van Sint-Truiden. Via Chris Buves. Boffin helemaal vrij aan deze kant. Heeft een Bonabucha dat gezien. Verjans, geen buitenspel. En 1-3. Sint-Truiden wint de wedstrijd hier. Want we zijn op 6-7 minuten van het einde. Rustig afwachten Sint-Truiden. Zij zagen ook dat de combinaties bij Standaard in die tweede helft zeer stroef verliepen. Dat ze nooit druk konden zetten op zoek naar de gelijkmaker, naar de 2-2. En zo konden ze loeren op de counter. Hier perfect uitgespeeld. En Gunter Vrians maakt er 1-3 van. Een verrassing van formaat op Sclessin, want Sint-Truiden gaat hier komen winnen. Daar is het einde van de match. Michel Preud'homme hoort heel wat fluitsignalen vanuit de tribune. Tweede nederlaag op rij voor Standaard. En hoe hard komt dat aan bij een ploeg die luidop van de titel droomt. Vreugde bij Sint-Truiden. En terecht, want zij winnen hier met 1-3. Maar wat graag ook met Moes Kroen naar de heide.